Ja, enorm bedankt voor de vele vragen. Ik ga er maar gewoon mee beginnen. Sommige zijn trouwens geen vragen, maar opmerkingen. In het Hebreeuws kan een tekst 70 betekenissen hebben. Wie vertaalt de eigen believen, die mist 69 betekenissen. Ja, er is één rabbijn die ooit gezegd heeft, figuurlijk, dat een tekst zoveel diepte kan hebben tot 70 aan toe. Dat moet je nou niet gaan veralgemeniseren. Het geldt ook niet voor het Hebreeuws, het geldt voor de Bijbeltekst. En dat de Bijbel vele lagen van betekenis heeft, dat weten we wel. Maar ook de rabbijnen hebben toch altijd allereerst willen uitgaan van wat de tekst betekent, zoals die in eerste instantie tot ons komt. Volgens het schriftwoord, dat je altijd schrift met schrift moet vergelijken. De volgende, kijk heel goed, Lucas 21, Matthäus 24, kun je niet met elkaar harmoniseren. Dat is precies wat ik ook gezegd heb. Wordt met het volk Israël, zoals genoemd in bijvoorbeeld Jesaja, de Messiaanse Joden bedoeld? Onder Messiaanse Joden bedoelen we Joden die geloven dat Jezus de Messias is. Maar eigenlijk betekent die uitdrukking natuurlijk iets veel breders. Alle orthodoxe Joden zijn Messiaanse Joden in die zin dat ze geloven dat ooit de Messias zal komen. En in die zin kun je zeggen dat het Israël van alle tijden, ook het Israël dat in Jesaja bedoeld wordt, het Israël is dat de Heere toegewijd dient, ze volgt zijn Tora en daarbij uitziet naar de komst van de Messias. Ik kom daar straks nog terug bij een andere vraag. Is het bekend of er na de oprichting van de staat Israël in 1948 de nazaten van de verschillende stammen weer op hun oorspronkelijke Bijbelse gebieden zijn terechtgekomen? Ja, dat is bekend, namelijk dat het niet zo is. Er is nog helemaal geen sprake van die oorspronkelijke gebieden. Trouwens, als je Ezechiël 47 leest, dan zie je dat in het Messiaanse Rijk het land totaal anders zal worden ingedeeld. Maar dat zal dan pas aan de orde zijn, niet vandaag aan de dag. Ik zou graag eens een uitgediepte studie krijgen over die 144.000, want daarover wordt zoveel dwaling verspreid. Ja, dat is zo. Nou maar hopen dat die uitgediepte studie, die u dan onder ogen krijgt, ook niet tot de dwaling worden gerekend door u. Want ja, ik las ooit een keer, er zijn 130 uitleggingen van het boek Openbaring. Dus het is maar net de vraag welke naar uw believen is. Het blijft natuurlijk toch een moeilijk boek hoor. Maar ik ga er toch maar vanuit dat Israël en Jeruzalem in het boek het letterlijke Jeruzalem betekenen. Behalve in de uitdrukking het nieuwe Jeruzalem. Dat is een heel andere zaak. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een voor God heilig priesterdom. Tegen wie zegt de Geest dit? In eerste instantie zegt de Heilige Geest, zegt de Heere God dit in Exodus 19 tegen Israël. Met iets andere woorden, zij waren een uitverkoren volk. Zij waren een heilig en koninklijk priesterdom. Ik denk dat Petrus, die dit citeert in 1 Petrus 2, daarbij vooral denkt aan de Joden. Ik denk dat hij vooral geschreven heeft aan Joodse Jezusgelovigen. Maar dat hoeft niet per se, want uiteindelijk zijn ook wij koningen en priesters geworden, zoals Johannes dat zo mooi in Openbaring 1 zegt. Kijk, we hebben het over gehad dat er grote verschillen zijn tussen de kerk en Israël. Dat heb ik niet uitgediept. En wat ik nog minder uitgediept heb, is dat er natuurlijk ook grote overeenkomsten zijn. Beide worden genoemd volk van God. Beide worden gered door hetzelfde bloed van de Messias. Beide worden geleid door dezelfde Heilige Geest. Beide krijgen deel aan de zegeningen van het Messiaanse Rijk. Maar daar kunnen we allemaal helaas nu niet over uitweiden. Maar van beide wordt ook gezegd dat ze een priesterlijk en een koninklijk karakter hebben. Volgende vraag, wat is dan de vijgenboom? Ja, het was al moeilijk genoeg met die olijfboom. Nu haalt er ook nog de vijgenboom vandaan. Die wordt ook wel eens vergeleken met Israël. Bijvoorbeeld bij de vervloeking van de vijgenboom door de Heer Jezus. Maar laten we het nou maar bij die olijfboom houden. Dan hebben we het al moeilijk genoeg. De wijnstok in Jesaja 5 kan ook nog eens een keer een beeld van Israël zijn. Dus we zouden nog voorlopig vannacht wel door kunnen gaan. Nou, dan opmerken, laat ik maar zitten. Hoe denkt u over de grote verdrukking en de plaats van Israël daarin? Is die verdrukking in het jaar 70 begonnen en komt deze nu ten einde, of zal 2/3 van Israël nog omkomen in de eindtijd? Dat zijn de moeilijke vragen. Ik zal u eerlijk vertellen, 50 jaar geleden wist ik het antwoord daarop veel preciezer. Het is jammer dat we elkaar toen niet gesproken hebben. Want een heleboel van die dingen daar denken, ja, zo heb ik het altijd wel gezien, maar het zou ook best anders kunnen zijn. Ik ben getroffen door die persoon die zei, misschien is de Holocaust wel die grote verdrukking geweest.
En dan ga je toch weer nadenken hoe je dat dan kunt inpassen in je eigen gedachten daarover. Ik ben daar maar heel voorzichtig in als het gaat om de invulling van de details. We weten wel dat het Oude Testament daar ook over spreekt. Jeremia zegt in Jeremia 30 vers 7 dat er een dag van grote benauwdheid zal komen over Jacob. Daniel spreekt erover in Daniel 12. Maar je krijgt toch de indruk dat het wel vooral geassocieerd wordt met de eindtijd. Met de tijd waarin wij nu leven, denk ik dat je wel mag zeggen. De volgende vraag. Weet u wat de Noachide wetten zijn? Dat antwoord is ja, dat weet ik. En dat heeft verder met ons onderwerp niet zoveel te maken. Welke plaats hebben die 144.000 in het volk Israël? Ik heb u al gezegd, ik denk dat dat die tzadikim zijn die rechtvaardig en die door God verzegeld worden, waar niemand aan mag komen. Wat vinden we van het boek Jubilee? Mooi boek voor de kenners. Als je het nooit gelezen hebt, laat zo. Het is een van de niet-bijbelse boeken die wel heel dicht bij de Bijbel staan en die soms mooi licht werpen op bepaalde aspecten van de geschiedenis van Israël. Hier is iemand die noemt als eerste Micha 5, hoor, dat gaat over mij. Deze tekst heb ik vanmorgen genoteerd om zondag aan het begin van de dienst te proclameren. Niets gebeurt bij geval. Ja, dat laatste is wel zo, maar als je een mooie schriftplaats wilt vinden over de toekomst van Israël, ligt Micha 4 wel erg voor de hand, hoor. Dus zo groot is het toeval nou ook weer niet. Er is alleen behoud door Jezus. Hoe is dat met betrekking tot de Messias verwachtende Joden? Dus de orthodoxe Joden die uitkijken naar de Messias, maar er niet van willen weten dat Jezus Christus is. En de vraagsteller gaat verder. Glashouwer zegt, de Messias is er wel, maar de gelovige Joden herkennen hem nog niet. Met andere woorden, een blinde vlek. Graag een reactie. Amen. Ik ben het helemaal mee eens. Zo is het inderdaad. Zij leven als tzadikim, voor zover we de mensen kunnen beoordelen. Oprecht met een hart dat verlangt vanuit de liefde Jezus God om zijn Torah te onderhouden. En dit is nog een stuk blinde vlek. Maar die zal eens worden weggenomen, dat is het geweldige. 2 Korinthe 3, moet je maar eens op nalezen. Die blinde vlek wordt weggenomen. Maar, en dat willen de Messiaanse Joden zelf ook niet, merk ik steeds weer. Je moet niet een scheiding maken tussen degenen die Jezus al herkend hebben als Messias en degenen die God oprecht dienen en dat nog niet gedaan hebben. Ik denk dat de Heer God dat ook niet doet. Ik denk dat voor velen het licht pas zal opgaan bij de komst van de Messias. Waarom zal er een 1000-jarig vrederijk zijn? Waarom niet direct na de wederkomst een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Zal er dan toch onderscheid zijn tussen de Joden en de volkeren? Nou, in dat Messiaanse Rijk is er natuurlijk onderscheid. Israël woont in zijn land en de volkeren gaan op naar Sion, naar de tempel, naar de nieuwe tempel, om daar de Torah te leren. Dus dat onderscheid is heel duidelijk. Je zou vanwege de korte tijd het zo kunnen zeggen. Na de 6 dagen van de wereldgeschiedenis volgt nog de 7e dag, dat is het Messiaanse Rijk. Dat is een beeld dat je al bij de kerkvaders vindt, bij Augustinus en vele anderen. Het is een beeld dat je bij de oude rabbijnen vindt, die gedachte van die 7 scheppingsdagen die uitmonden in die 7e dag. Ja, Augustinus wilde van dat 1000-jarig Rijk niks weten. Maar de grondgedachte is bij allemaal aanwezig. Er komt een soort afsluiting, wat Efeziërs 1 zo mooi noemt, de volheid der tijden, waar al die vorige tijdperken op uitlopen. Dat is de tijd van dat de Messias zal regeren. De afronding, de rustdag voor deze schepping, voordat er een nieuwe schepping komt. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Gelooft u ook in de opname? Dat is zo'n technische uitdrukking, hè? Niet opname in het ziekenhuis, niet opname 5 tellen naar nu. De opname. Ik zeg altijd, elk orthodoxe christen gelooft in de opname. Namelijk dat we eens de heerlijkheid van de hemel zullen binnengaan bij de komst van Christus. De grote discussie is, maar hoe we ons gelukkig vanavond niet in te verdiepen wanneer dat gebeurt. Voor de grote verdrukking, halverwege de grote verdrukking, daarna. Dat heeft met de toekomst van Israël in elk geval eigenlijk helemaal niet zoveel te maken. Dit is een mooie vraag. Ik heb het wel beantwoord al straks, maar ik doe het nog een keer, want het is heel belangrijk. U zegt, Israël is tijdelijk door God terzijde geschoven. Het feit dat het volk door de eeuwen heen is blijven bestaan en dat het terug is in hun land, laat toch zien dat God nauw bij hen betrokken is. Amen, zuster. Dit is een zuster. Amen. God heeft, zoals je dat zegt tegen een kind,
Ga de kamer uit. Je bent stout geweest. Als het dat is, hè, als het alleen maar gaat om schuld, is ook nog de vraag natuurlijk. Maar in elk geval, dacht je dat het betekent dat die vader dan niet meer voor dat kind houdt? En niet wil weten hoe het met dat kind gaat daar in die andere kamer? Denk je dat het met de Heere God ook niet zo is? Hosea 1 en 2 zeggen het heel duidelijk. Hè? God schrijft over dat volk op een bepaald stadium, lo ami, niet mijn volk. Ik wil even niks meer van ze weten. Maar dan kan een vader zeggen van zijn kind, ik wil je even niet zien. Maar daarom kan het nooit ophouden zijn kind te zijn. En hij zal op de achtergrond altijd voor dat kind blijven zorgen. Al degenen die te veel nadruk leggen op het lo ami, die vergeten dat tweede. Dat God altijd, al die 2000 jaar voor zijn volk gezorgd heeft. En degenen die daar te veel nadruk op leggen, die vergeten dat officieel toch nog steeds dat lo ami er is. Maar dat verandert. Eens wordt het mijn volk, weer zegt Hosea, dan zal God het weer officieel aannemen. En dat is als de Messias komt. Want dan krijgen ze ook weer een tempel. Dan zal de Shechina weer neerdalen. Dan zal de tempeldienst hersteld worden. Hoe zal de onderlinge verhouding tussen de gemeente en Israël zijn in de toekomst? Ja, je moet niet vergeten dat de gemeente dan vooral verheerlijkt met Christus in de hemel zal zijn. Er zullen op aarde vele volkeren zijn die niet tot de gemeente behoren en zullen ingaan in het vrederijk. Maar ik kan me voorstellen dat u nu uw wenkbrauwen fronst, want dit is een heel verhaal om rustig te kunnen uitleggen. We hebben het alleen maar gehad over de geschiedenis van Israël en dat is al moeilijk genoeg. Dus laat die gemeente er even buiten. Als ik nog een keer mag komen van Christen voor Israël, maar ja, dan zou ze eigenlijk moeten zeggen Christenen voor de gemeente. Moet een andere organisatie wat hebben. Maar dat gaat nu veel te ver. Verwacht u dat het een Jood is of een Gooi, een niet-Jood, in de derde tempel die de leiding zal hebben waar het beest aanbeden zal worden? I don't know. Dat hoort tot de vele details die wij allemaal niet zo precies kunnen uitvogelen. Er is veel over gefantaseerd. Ik doe er niet aan mee. En tenslotte zou het kunnen zijn dat tussen Zacharia 14 vers 3 en 4 2000 jaar zit. Ja, alles kan, maar dat lijkt me eigenlijk niet zo erg logisch om dat te denken. Wacht even, deze vraag hebben we al. Ik heb er nog eentje bij gekregen. Maar dat was een vergissing, die hadden we al gekregen, die vraag. Over die blinde vlek. Ja, over die blinde vlek nog één keer. Het is makkelijk genoeg voor een christen om te zeggen: ah, die Joden hebben een blinde vlek. Die zien Jezus niet. En dat kan je ook nog verwijtend opvatten. Wat dom dat ze dat nou niet zien. Maar ik zeg er altijd graag bij, Joden hebben weliswaar een blinde vlek, dat is Jezus. Maar christenen hebben ook een blinde vlek, dat is Israël. Verreweg de meeste christenen op aarde, voor zover ze er überhaupt over nadenken. Hè? En dat geldt voor alle Rooms-Katholieken, voor zover ze erover nadenken, dat zijn er vrees ik maar weinigen. Voor alle traditionele protestanten, Calvinisten, Lutheranen en Anglikanen, op een paar uitzonderingen na. Zijn allemaal aanhangers van de vervangingstheologie. Nogmaals, de meesten hebben er geen idee van, maar voor zover ze erover nadenken, ja. Dat zijn veel meer mensen met een blinde vlek dan de Joden vandaag op aarde, de orthodoxe Joden, die Jezus nog niet hebben herkend. En dat gaat gebeuren. En dat komt goed. Met die anderen weet ik niet of dat goed komt. Met die vele, vele miljoenen christenen die een blinde vlek hebben en die blinde vlek heet Israël. Daarvoor heb ik geen belofte of het daarmee goed komt. En ik denk wel dat we daar een keer op, ik zeg nou maar even we, dat we daarop aangesproken worden. Een verantwoording moeten afleggen. Waarom hebben jullie mijn volk niet zien staan? En we lezen dat ook in de kleine profeten, hoe Israël wordt, hoe de volken er worden aangesproken. Hoe ze met Israël zijn omgegaan. Dus voordat je met de vinger wijst naar de Jood wijst eerst maar naar je eigen mensen, naar de christenen, die gigantische blinde vlek hebben. En die heet Israël. Nou, ik heb geen vragen meer. Ik ging er in zo'n sneltreinvaart doorheen dat we het eigenlijk afgerond hebben. Zal ik eerst nog een gebed doen ter afsluiting en dan is het laatste woord voor Sarah. Heere God, Vader in de hemel, zo blijven we aan het eind ook met heel veel vragen zitten. En dat kan ook niet anders. We hebben geen antwoord op alle vragen. Dat hoeft ook niet. Dat gaat over de finesses, de details. En daar mogen we best allerlei verschillende meningen over nahouden. Als we maar serieus blijven proberen uw woord
recht te doen. En zo leggen we deze avond, deze tijd dat we bij elkaar waren, terug in uw handen. Neem maar weg, Heere, alles wat niet was naar uw willen, naar uw gedachten. Laat maar dat blijven hangen bij de mensen wat wel belangrijk was. Laten we ons samen maar zitten schamen over onze blinde vlek, die zo onnoemelijk velen hebben. Misschien wel niet de mensen die zozeer kijken vanavond, maar toch vele, vele anderen. Die er zelfs heel boos over kunnen worden. Dat wij geloven in een toekomst voor het volk Israël. Dat we geloven in de landbelofte. Heere God, we kunnen niet geloven dat we daarin dwalen. Het gaat om uw volk. Het gaat om uw belofte. U hebt gezegd, ik breng jullie terug. U hebt gezegd, ik geef jullie het land voor altijd. En daar komt geen einde aan. Heere God, help ons bij dat licht en met dat inzicht achter uw volk te blijven staan. Niet alleen maar het volk zoals het vroeger was, het volk van de Bijbel, maar ook het volk van vandaag. Waar nog zoveel oprecht u proberen te dienen, voor zover we de harten kunnen beoordelen. Om naar uw Tora te leven. Geef ze die wijsheid en die genade, kracht om vol te houden. Tot het moment komt waar wij enorm naar uitkijken, maar waar zij ook enorm naar uitkijken. Als de hemel open gaat en de Zoon des Mensen zal neerdalen met de wolken des hemels. Heel veel christenen zullen dan hun visie op de toekomst moeten herzien. Maar ook heel veel joden zullen hun visie moeten herzien. Ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. En ze zullen een weeklacht aanheffen, zo zegt uw woord. Maar door die weeklacht heen zal de jubel van het Messiaanse Rijk doorbreken. Wat zal dat zijn? Een tijd van vrede en gerechtigheid. We denken aan de tijd van verwarring waarin wij leven. Aan zwakke leiders en ongeestelijke leiders. We bidden dat we wijze leiders mogen hebben die ons volk en de volken leiden door de coronacrisis. Ik bid ook voor Israël dat die plaag daar spoedig tot staan mag worden gebracht. Ik bid om wijsheid voor onze medici. Ik bid om voorzichtigheid voor onszelf, want ook bij ons kan het gebeuren dat het virus weer de kop opsteekt. Het zijn dingen die ons eraan herinneren dat we in alles van uw liefde en uw leiding en uw kracht en genade afhankelijk blijven. Leer ons naar uw woord te handelen en te leven. Wil spoedig komen. Heere, we bidden u voor de vrede van Jeruzalem. We bidden u voor uw volk, dat ook daar vele harten naar u mogen uitgaan en toebereid mogen worden op de komst van de Messias. We zien eruit. We danken u voor uw woord. Vertrouwen elkaar aan uw liefde en genade toe. Verheerlijk uw naam in ieder van ons. In de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus de Messias. Amen.